Hier volgt een mestbericht voor Gierweek 113. De mesttijden voor komende maandag. Maandag, de nieuwe dag. Dat is goed nieuws, de hele dag, maandag. Ik denk dat iedereen daar zeer content over kan zijn. Gewoon lekker gieren, de hele dag, maandag. Dan gaan we nu door. Daar, de Bergijkse jeugd is wel gelukkig, maar niet gezond. Peer, jij weet er alles van. Ja, en, dit is Peer van Eersel. Ik eet even een boterham nog. Ja, ik ook. Dat is boterham met ham. Oh, lekker. Ik kijk altijd van de slager de ham die over de datum heen is. Die heeft altijd zo'n mooi olieachtig vliesje met alle kleuren van de regenboog. Mm. En als je dat met je zakmes even aan de kant schuift, dan kan je gewoon de ham die eronder ligt op het brood doen wat ik altijd krijg van de bakker. Wat overgebleven is van de vorige week en er zit van dat witte schimmel op je brood. Wat donsachtige schimmel. Van het dons wat altijd in je pannetje staat als je als man alleen je eten kookt en niet afwast. Nou, dat kauw ik nou even weg. Een fijne schimmel, donzige schimmelboterham met rotte ham. En dan heb je ook niet van die nieuwe wetsigheden nodig als die kleine flesjes yoghurt waar je dan zo goed van gaat scheiden. Nou, dat doe ik al van mijn boterhammen ham. Maar we gaan het hebben over de Nederlandse jeugd. Bergijkse jeugd. Toch? En vooral de Bergijkse jeugd. Die is wel gelukkig, maar niet gezond. Wat blijkt, uit onderzoek is gebleken, hier door de GGGD, dat de Bergijkse jeugd eigenlijk te veel drinkt. En te weinig doet aan sport. Ah. Hiertoe heb ik tegenover mij zitten Lilian. Hallo Lilian. Hi. Jij hebt een onderzoek gedaan in de discotheek Xanadu. Ja. En je hebt de jongeren gevraagd naar hun drinkgedrag en of ze genoeg lichaamsbeweging nemen. Ik heb ook met een soort van tang het vetgehalte gemeten van de jongeren. Op verschillende plekken in hun lichaam. En de huidplooidikte meten. En wat viel jou op aan de Bergijkse jeugd? Ze waren gewoon te dik. Iedereen was gewoon te dik. Er moet gewoon worden afgevallen. Hup, met die crackers, 20 plus kaas. Geen bier meer. En ook geen ham meer, Peer. Want jij bent ook een beetje... Ja, maar ik ben chubby aan het worden. Maar ik ben ook geen jeugd meer, natuurlijk. Nee, dat is waar. En als je als man alleen, zoals ik, door de ellende moet die ik door moet staan, dan mag je best eens een boterham met ham verorberen. Maar we hebben het over de jeugd. Ja. Je hebt ook de vetplooien gemeten. Wat ik viel je op? Ik heb de vetplooien gemeten. Soms was dat een vuistdikte, dan weer een duimdikte. Dat ligt aan de verschillende plekken in het lichaam. Ik heb ook de vetplooi op de borsten gemeten van de Bergijkse dames. En dan was het vetgehalte bijzonder hoog. Maar zijn het alleen in de borsten? De jongens die te dik zijn en te veel drinken? Nee, dat zeg ik. Nee, de meisjes ook. Ja, Nee, het zijn vooral de meisjes, hè. Lees ik hier in het onderzoek dat de meisjes in Bergijk heel veel drinken. Die erg zwaarlijvig zijn. En de meeste beginnen ze morgens al om 8 uur. Te drinken. En dan zitten ze allemaal bij het hof zo, alle meisjes van Bergijk op zo'n aan kratje. Aan bier. En dan is het tanken. En dan beginnen ze die biertjes achterover te slaan. Te omdat ze geleerd hebben van hun moeders en grootmoeders dat het zo goed is voor het zog. Ja, bier. Het is ook goed voor het zog. Donker bier of sjoes, zoals we het hier ook wel in het Kempenland noemen, ja, is heel goed voor de zog. Maar het zet ook erg aan. Er zit een hoop zetmeel in bier. Ja. Ik heb wel eens gelezen in een lifestyleblad dat 1 bier 12 boterhammen vertegenwoordigt. Zo. Maar je hebt... Van die schimmelboterhammen die ik eet? Of nee, gewoon vers brood, Peer. Oh ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Wat mij ook opviel, en dat schokte mij wel heel erg. Persoonlijk? Was, ja, persoonlijk, toen ik de huidplooien aan het meten was in de Xanadu, dat de jongens ook borstvorming vertonen in Bergijk. Ja, ja, er was bij de onderzoekers uit Eindhoven Tietjes. Ook erg veel verwarring over de geslachtskenmerken bij de Bergijkse jeugd. Ook omdat de Bergijkse jeugd natuurlijk al
van... veel groei heeft, haargroei, ook de en omdat dames. We natuurlijk veel bijvoederen met die verboden dierhormonen. Kalverhormonen, die gaan er bij ons in als koek bij de Bergijkse jeugd. Dat is waar. En dat de geslachtskenmerken dan een beetje door elkaar heen gaan lopen. Die gaan vervloeien met elkaar. Dus je hebt, bij ons in Bergijk bomen van kerels, jongens van 18. Met tieten. Met enorme dikke cup D. Hele kleine geslachtsdelen. Ja, en dat heb jij ook. Hele kleine geslachtsdelen. Dat ik soms denk, nou is dat nou een clitoris? Nou, in ieder geval, je hebt het op papier gezet. De meisjes, wat dan nog meisjes heet. Die drinken gemiddeld zo'n 28 flesjes bier per dag. En de jongens zitten daar. Er wordt dus daar gevraagd om oude scheerapparaten in te leveren bij de welzijnswerk. Zodat de meisjes al vroeg kunnen beginnen met scheren. Ja. En hierbij wil ik ook zeggen, ik heb namelijk erg veel ervaring met haargroei. Niet tegen de richting inscheren, meisjes. Ah. Het komt dubbel zo hard terug. Kijk, dat is een handige tip. Misschien moet je daar binnenkort een keer in je rubriek Trends, Tips, Lifestyle eens even goed uitleggen hoe de vrouwen, meisjes, zich moeten scheren. Vanaf welke leeftijd? Eigen snor. Ja, van welke leeftijd geldt dat voor dat de meisjes? Dat geldt vanaf 8 à 9 jaar. 8 à 9 jaar in Bergijk is het scheren geblazen voor de dames. En daar hoefde je helemaal niet voor te schamen. Nee, natuurlijk niet. Als je allemaal met hetzelfde probleem zit, dan geeft dat een gemeenschapsgevoel. Radio Bergijk. Dus, voor iedereen die ziek is, wetenschap en vooral een gezonde kop op. En ik zou zeggen, probeer iets minder te drinken. Maar door dat drinken zijn ze wel gelukkig.